Met een paar stevige rukken trokken scharrelkit Kim te rielen en haar kleine zusje Roos het zeil van het bouwbord. Dat was de officiële start van de bouw van het paviljoen van het Natuurhuis. Ja, we staan hier in het Hagenpark in het centrum van Almelo. Voormalig een park waar heel weinig gebeurde. Zes clubs in het verleden, ongeveer 10 jaar geleden alweer, die bedachten een plan van als wij nou als groene verenigingen willen overleven, dan moeten we eigenlijk samenwerken. Toen was ook een beetje de crisis geweest, de financiële crisis. De gemeente Almelo moest strepen in de subsidies. Door samenwerken zouden we onze subsidies behouden. Zeg maar, dan willen we ook samen een prominente plek hebben waar we ons kunnen laten zien en ons als vereniging kunnen laten groeien. Fijn dat u gekomen bent om de werkzaamheden, dit feestelijke moment van de werkzaamheden met ons mee te maken. Want zoals u ziet is er natuurlijk al wel begonnen met de bouw, hè? Maar dit maken wij tot de officiële aftrap. U ziet hier de aannemers staan bovenaan. Daar zit ook een kolom bij de vrijwilligers. Want dit project draaien we niet alleen met mensen die wij moeten betalen, de aannemerij, maar ook de inzet van onze vrijwilligers. Het bord wordt door Kim onthuld, de scharrelkit van IVN. En zij gaat nu haar best doen. Kom maar, kom maar, gaan we mee. Komt de fotograaf zo. Ja, 1, 2. U ziet, dankjewel jongens, goed gedaan. Mevrouw van Richteren, wat betekent het Natuurhuis voor u? Nou, ten eerste was mijn man zeer enthousiast voor het hele project. Daar was hij dus, ja, we gingen er wel eens naartoe. En ik ben heel blij dat het nu hier vlakbij komt. En wat ik zo heb vernomen, we komen er een heleboel leuke projecten. En ik hoop dat het publiek daar ook heel veel van gaat leren. En nou ja, dat is denk ik heel goed. Meneer Ten Katen, ook voor u de vraag. Waarom bent u in het comité van aanbeveling gaan zitten? In het ontwikkelen van dit park heeft Martin Mulder een belangrijke rol gespeeld. En hij en ik zitten samen in het bestuur van Almelo Parkstad. Dus ik heb de afgelopen 4 jaar al een heleboel ontwikkelingen rond het Hagenpark van gehoord. En ik ben dus zeer vereerd dat ik nu het eigenlijk heel ver gekomen is, in een comité van aanbeveling mag zitten. Want ik ben een erg grote fan van van dit park. De bouw zal vermoedelijk volgend jaar aan het eind van de zomer klaar zijn.